super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je misschien al aan de titel hebt kunnen zien, heb ik weer een huishoudbeurs shoplog voor jullie. Ook dit jaar ben ik weer naar de huishoudbeurs geweest. Ik ben geweest op zaterdag 29 februari. Dit was de ene laatste dag van de beurs. Je kon dit ook wel merken, want er waren gewoon meer dingen die al uitverkocht waren. Of uitverkocht dat ik kom even niet zo goed op dat woord. De producten waren gewoon al in minder getalen aanwezig. Er was best wel veel ook al op. Ik moet ook zeggen, voor de 75e editie had ik misschien wel wat meer verwacht. Omtrent weggevertjes of acties. Ja, dat klinkt heel ondankbaar misschien. Maar we blijven toch Nederlanders. Dus ze vinden alles wat er gratis krijgen natuurlijk hartstikke leuk. Maar dat merkte ik dus wel. Het was ook de eerste keer dat wij op zaterdag gingen. Ik ben geloof ik voor jaren geleden wel een keer op zaterdag geweest. Maar dat was ook mijn allereerste beurservaring. Dus ik wist sowieso niet wat ik kon verwachten. Maar je merkte dus wel dat het al de ene laatste dag was. Ook vooral op de 9 maanden beurs waar wij nu ook zijn geweest. Omdat Nathalie een baby krijgt, was het voor haar heel leuk om naar de 9 maanden beurs te gaan. Daar werden bijvoorbeeld wel weer heel veel meer dingen die je gratis kon ophalen. Dan kon je inschrijven voor een nieuwsbrief. En dan kreeg je iets gratis. Dus denk aan doekjes voor de baby, slabbetjes of een zonnebrilletje. Maar dat was dus ook in dit geval alles ook alleen nog maar roze voorraad. Kijk, in dit geval omdat Nathalie een meisje krijgt, was dat gewoon heel fijn. Maar ja, je merkte gewoon dat er gewoon al best wel veel op was. Desondanks heb ik toch nog een aantal leuke dingen op de beurs kunnen scoren. En ga ik jullie die laten zien. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik dit jaar op de huishoudbeurs heb gekocht. Zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zal even beginnen met een aantal gratis dingen die ik heb ontvangen. Allereerst, voordat wij de beurs opgingen, kregen we deze pasjeshouder. Omdat wij een formulier invulden omtrent wat je zou doen als je bijvoorbeeld... Dat ging over de politie, die deed een onderzoek. Dat was bijvoorbeeld wat je zou doen als bijvoorbeeld een van je buren in nood is. Of met overlast, dat soort vragen. En als dank daarvoor kregen we deze pasjeshouder. En die beschermt dus ook tegen skimmen, geloof ik. Hij heeft ook een beetje een licht... Ja, reflecterend iets. Dus die kregen we als eerste. Bij de kruidvatstand hebben we van Napoleon kassensnoepjes gekregen. Een zakje. 5 minuten lang genieten van heerlijke kassenskogels. Staat erbij. Dus ik denk dat dit gewoon kleine snoepjes zijn. Dus die kreeg ik ook gratis. Dan heb ik... een aantal koffiepads van Senseo Gold. En ik heb ze van de anderen ook gekregen omdat ik de enige ben die een Senseo koffiepad gebruikt. Dus ik heb nu 4 van die pads om te proberen met Gold smaak. Ik weet niet of dit een hele sterke is. Ik ga ervan uit dat het best wel een sterke is. De Melange van Medium. Medium gebrand. 100% Arabica bonen. Geeft Senseo vol. Gold zijn volle en rijke smaak. Nou, we gaan het gewoon eens eventjes proeven of dat het wat is. Bij de uitgang kregen we nog een reepje van Between Zero met chocolade hazelnoot pasta erin. Je kreeg of een witte of een eentje met bruine chocolade. Nou, ik vind bruine chocolade wel lekker. Of ik dit lekker vind, weet ik niet, want het hazelnoot pasta. Nu ben ik een hazelnoot liefhebber en het is ook zero, er zit geen suiker in. Dus, maar die kregen we ook nog gratis. Wat ik ook gratis heb gehad, dat is weer een... ding voor de BookChoice. Zit weer een cadeaucode bij. En daar kun je dus 8 e-books downloaden. Die zijn voor jou geselecteerd. En die kun je dus lezen via je e-reader, je telefoon en je tablet. En als je ze eenmaal hebt gedownload, zijn de boeken voor altijd voor jou. Dus je moet gewoon even per maand kijken, zit er iets leuks bij. Dus die heb ik ook gekregen. Dan hebben we bingo gespeeld. We speelden bingo bij de Jack's Casino. En dan kregen we een gratis pen om de bingo mee in te vullen. Nou, ik heb geen bingo, maar het was wel leuk om een keer bingo te spelen. En ik heb weer een mooie pen erbij. Dus dat is altijd leuk. En het leuke was dit jaar, dat vond ik heel erg leuk althans, dat je een stand had van GTST. Ze hadden een box een soort van nagebouwd. En daar kwamen dus elke dag een aantal acteurs. Het verschilde per tijd. Er werd ook op de dag zelf werd pas bekendgemaakt
hoe laat ze zouden komen en wie er zouden komen. Op zaterdag waren Amir, Lana en Valentijn er. En ik heb met hun een foto gemaakt. Die zal ik even in beeld plaatsen. En ik kreeg ook een handtekening. Dus je kreeg een kaart met de handtekeningen erop. Superleuk. Dat vond ik wel heel erg leuk. Voor mij was dat wel echt superleuk. Wat ik ook heel graag wilde doen. Ik heb ongeveer een half uurtje gewacht om op de foto te kunnen gaan en de handtekeningen te kunnen krijgen. Dus dat was heel erg fijn. En dit waren eigenlijk alles gratis dingetjes die ik heb gehad. Dan ga ik nu door met de spulletjes die ik heb gekocht. Ik begin weer even met een ding wat ik standaard kocht. En dat is Remia Frietsaus. Daar krijg je altijd een shopper bij. Dat is deze. Het jammer is alleen dat die shopper elk jaar hetzelfde is. Ze hebben hem nog steeds niet veranderd. Het is volgens mij het derde jaar dat ze dezelfde hebben. Maar oké, je mag een gegeven paard niet in de bek kijken. Het is gewoon leuk dat je het krijgt. Maar het zou leuk zijn als ze hem een keer zouden veranderen. Je hebt twee flessen dan voor 4 euro. En ik koop altijd de Classic. Je kon kiezen uit Light of Classic. Ze hadden ook emmertjes. Helaas waren die al uitverkocht. Dus ik heb twee Classic flessen gekocht. Je krijgt er ook een gratis frietje bij. En die kun je, dan krijg je een bonnetje. Als je hem hebt afgerekend, krijg je een bonnetje. En dan kun je een gratis frietje halen. Ik had ook nog eens geluk, want mijn frietjes die kwamen net uit het warme vet. Dus dat was wel super lekker. Maar zoals ik zei, het was wel jammer. De emmertjes waren al op. Nathalie wilde heel graag emmertjes hebben. En ja, die waren er gewoon al niet meer. Dus dan merk je wel dat je op een van de latere dagen bent. Dat de beurs bijna op zijn einde loopt. Maar goed, even goed gewoon de frietsausen. Dat is gewoon top. Dan heb ik gekocht Trackle Moon. Daar kreeg ik ook deze leuke tas bij. Ziet er zo uit. Trackle Moon is normaal best wel een duur product. Ik ga eens even opzoeken hoeveel je normaal betaalt. En dan zal ik je vertellen wat ik voor dit heb betaald. Normaal betaal je voor Trackle Moon om en nabij 5,50. En dit keer hadden ze een aanbieding of 3 voor 5 of 2 voor 10. 3 voor 5, dat was een beetje uit de, geloof ik, normale collectie, oudere collectie. En de 2 voor 10 was dan uit de nieuwe collectie. Ik ben gegaan voor de 3 voor 5 variant. Ik heb daar ook nog een... volgens mij, wat is dit? Oh ja, een bon bij. En dan krijg je dus ook nog 50% korting op Planeta Organica bij het Kruidvat. Ik moet zeggen, bij mij in de buurt is Trackle Moon sowieso heel moeilijk te krijgen. De Kruidvat bij mij, die heeft het al niet meer. Volgens mij Trekpleister nog wel, maar het is echt heel minimaal. Dus ik kan het in de winkel sowieso niet kopen, maar ik vind het wel heel erg lekkere douchegel. Dus ik ben gegaan voor de Sweet Blackberry Memories. Het zijn flessen van 500 ml. Dus dat is deze. En ik heb momenteel gebruik ik de raspberry. Die vind ik ook echt super lekker. Maar ik was ook benieuwd naar deze. Dus ik zal hem ook eens even ruiken. Hoe dat hier ruikt? Dat heb ik nog niet gedaan. Oh. Heel lekker. Echt heel erg lekker. Dus dat was deze. Dan heb ik de Cookie Dog, Warm Cookie Dog. Ik ben ook heel erg benieuwd naar. Lijkt me ook wel super lekker. Even ruiken. Oh, dit is echt heel lekker. Oh, ik vind het zo jammer dat ik jullie dit niet kan laten ruiken. Oh, heerlijk. Echt super lekker. En ik heb Warm Cinnamon Nights. Dat is deze. En die gaan we ook even ruiken. Oh, die ruikt ook wel heel erg lekker. Ik ga hem wel gauw dicht doen, want het komt al een beetje aan de bovenkant uit. Dus dat zijn deze drie Trackle Moon die ik dus kocht voor 5 euro. Dat vond ik zo'n goede deal, dat dacht ik, dat ga ik niet laten schieten. Ja, volgens mij hadden ze ook douchecrubs en dat soort dingen. Maar ik dacht, ik ga gewoon lekker voor de douche fris. Volgens mij kun je het ook wel in een bad gebruiken, maar die heb ik niet. En die leek me gewoon heel erg lekker, dus die heb ik sowieso gekocht. Dan heb ik een trui gekocht bij de Madonna kraan, geloof ik. Dat staat erop in ieder geval. En ik heb deze trui gekocht van Balin. Het is een soort van hoodie eigenlijk, want er zit een capuchon bij. En het is gewoon een hele lekkere trui.
Je had er weer verschillende kleuren. Je had ook zwart. Ik heb volgens mij grijs gezien. Maar ik vond roze wel heel erg leuk. Ik heb een S'je gekozen. Ik zat heel erg te twijfelen. Want ik zei tegen Nathalie, ja, wat zal ik doen? Zij zei in eerste instantie, M is eigenlijk best wel lekker. Maar toen zag ik M en toen dacht ik, oei, daar ga ik vast even drinken. Toen heb ik toch besloten om een S'je te nemen. Dus dat is deze hele leuke trui. Hij zit ook best wel lang. En ik denk echt dat deze voor mij groot genoeg gaat zijn. En er zat, als het goed is, ook een kortingscode bij. Van Shirt Planet. Daar heb ik dan een code, zeg maar. En dan, ja, dan krijg je 25% korting op alle webshopbestellingen. Ze hebben ook babykleding. En ja, dit was gewoon heel erg leuk. Want deze truien zouden deze week in deze webshop online komen. En dan met die kortingscode had je hem voor dezelfde prijs als op de beurs. Ik heb voor deze trui €20 betaald. Normaal zijn ze iets duurder. Maar ik dacht, nou ja, ik vind hem gewoon super leuk. Dus ja, waarom dan niet? En ik vind truien sowieso best wel moeilijk te kopen. Vaak ben je toch wel een beetje afhankelijk van bestellen. Omdat ik gewoon niet de allerbeste kledingwinkels in mijn buurt heb. Waardoor ik ja, toch altijd wel een beetje afhankelijk ben van het bestellen online. Of in dit geval op zo'n beurs. En ik vond het gewoon een superleuke trui. Dan heb ik nog deze gehad. En die heb ik van mijn vader gehad. En dit is een verrassingszak van een mazzeltas noemen ze het eigenlijk ook wel. En hier zitten gewoon allerlei dingetjes in. Deze kocht je bij de W7-kraam. Hier zit een inhoud in. En hier zit dit in. Ik zal even laten zien wat erin zit. Ik zal hem even openmaken. Natuurlijk gaat het weer niet zo makkelijk als ik wil. Ik ga hem even openknippen. Oké, wat zit hier nou in? Allereerst heb ik van de Ethos, dat is een badpillow. Het is zo'n kussentje die je kunt opblazen en die kun je dan achter in je nek leggen voor in bad. Ja, ik heb helaas geen bad, maar wie weet ooit is, weet ik veel, dat het ooit een keer voordoet dat ik in bad kan, dat ik hem zou kunnen gebruiken. Het is om te genieten voor een ontspannen bad en dat is dan een badpillow. Bevestig het kussen op de voor jou ideale plek en relax. Voor extra ontspanning goed te combineren met de Ethos Scented Candles. Dus dat is een badkussen. Dan heb ik van Sally Hansen een Diamond Shine Base en Top Coat. Super leuk dat dit erin zat. Alleen dit potje kost al €11,99. En deze tas kocht je voor €5. Dus hoe leuk is dat? Je had echt ook wel verschillende inhouden. Want inhouden. De inhoud was verschillend. Zo moet ik het zeggen. Superior Wear plus Straightening voor any nail color. Ik vind zelfs Sally Hansen echt een heel fijn merk. Dus ik ben heel erg blij dat deze erin zit. Ja, hier ben ik heel erg benieuwd naar. Dan heb ik een compact powder van Vivienne Condor London. Ik ken het merk zelf niet. Maar het is wel een hele mooie poeder. Met een spiegeltje erin. Er zit dan een dubbel bodempje en er zit dan ook een sponsje in. Dus ja, gewoon super leuk. Een compact poeder komt altijd van pas. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Dan heb ik, even kijken hoor wat dit is. Ik geloof dat dit een nagellak correctiepen is. Die kun je dus, als je een foutje maakt, of als je bijvoorbeeld je nagels hebt gelakt en er zit heel veel langs je rand, dan kun je het met zo'n pen heel makkelijk weghalen. Er zitten tips in die zijn doordrenkt met aceton en dan kun je het dus mee verwijderen. Ik geloof niet, dit is van Trendies. Ik ken het merk zelf niet. En op de achterkant heb je dan nog verschillende tips die je kunt vervangen. Dus dat is ook wel altijd heel erg handig. Dan heb ik een soort borstel. En dit is volgens mij een foam borstel. Als ik het goed heb. Deze borstel kost €5,95. Dus die is nog duurder dan het hele tasje zelf. Dus die zat er ook in. Deze is van DA. Dan heb ik ook nog een nagellak potje. Dit is zo'n dispenser waar je dus bovenop kunt drukken. En dan komt de nagellak eruit. Super handig zijn deze potjes. Dit is van Pretty. En het is gewoon een nail polish remover met een pump dispenser.
Dus ja, nou, gelak remover is natuurlijk gewoon altijd handig om te hebben. Dan heb ik hier nog twee kleurtjes nagellak. Ik heb allereerst een kleurtje van Miss Potty. Dat is de Clubbing Color voor 1 Minute Quick Dry. Dat is dit beetje bruinachtige kleurtje. Ik ga even kijken of er ook een naam op staat. Nee, ik zie de 5250. Ik kan het nog even opzoeken en dan kan ik het altijd nog even in beeld zetten als ik het kan vinden welk kleurtje dit is. Maar Miss Potty is op zich ook wel een heel fijn merk, dus die zat er ook in. En een geel kleurtje van Janet. En dit is de Janet 40 Holland Saandam. Ik weet niet of dat deze kleur is, maar hij is wel lekker geel. Wel leuk voor van de zomer. Kan het wel, ik schil altijd wel leuk. Dan heb ik een hele grote pot met vitamine E cream. Dit is van Xpel Body Care. Deepening, moisturizing en smooth skin. 500 ml. En het lijkt me wel een hele fijne crème. Je had deze ook in verschillende varianten. Je had ook bijvoorbeeld met cacao. Maar ik vind, ja, vitamine E is nooit verkeerd om op te brengen of aan te brengen. En het laatste wat erin zit, dat is van Maybelline. En dat is een Shiny Licious Fruity Gloss. Dat is deze. En er staat hier een kleurtje op. Zou leuk zijn. Ik denk het niet. 60 Place Vendome. Nee, het is de 813 Just Raisin Berry Punch. Nou, ik wist niet dat die van Maybelline was, maar het lijkt me ook wel super lekker. Want ik hou wel lipproducten en Maybelline is over het algemeen best wel een goed merk. Dat was de inhoud van dit leuke tasje die ik dus heb gekregen, maar die dus 5 euro kostte. Dan ben ik toe aan het allerlaatste wat ik kocht op de huishoudbeurs. En dat is de shopper die ze elk jaar hebben. Ze hadden dit jaar twee verschillende. Namelijk deze met een soort landkaart erop. En ze hadden er eentje met pandenprint. Ik heb hier een plaatje van. Dit is van Scoopy. Je had dus deze twee varianten. Dus de panter en de wereldkaarten. Ik heb zelf niet heel veel met panterprint. Dus ja, ik heb gekozen voor de wereldkaarten. Deze tas koop je voor 6 euro. En je krijgt dus 2 euro terug van Scoopy. Dus dat moet ik nog even downloaden en invullen. En dan krijg je dus 2 euro terug. Er staat ook al in wat erin zit. Maar ik ga het jullie gewoon even laten zien wat de inhoud van dit jaar was. Allereerst heb ik hier een Hellemans vegan product. Ik zal even het blad erbij houden. Ik denk dat dit mayonaise is. Ja, dit is vegan mayonaise van Hellemans. We gaan natuurlijk helemaal op vegan tour, dus die zit er allereerst in. Dan heb ik Crunchy Kids met honey flavor. Minder suiker en geen kunstmatige smaak in kleurstoffen. En het zijn dan ook figuurtjes, dus als je kinderen hebt, is het misschien extra leuk voor je kind om dit te eten. Er staan allemaal beetjes op de achterkant. Ik moet wel zeggen dat de inhoud, over het algemeen zaten er allemaal dezelfde producten in. Alleen sommige dingen waren dus anders. Bijvoorbeeld in de variant met de pantenprint zat er iets van aardbeien smaak met de, van de Crunchy. Dan heb ik een kruidenpasta erin zitten voor lasagnesaus. En hier kun je dus lasagne denk ik van maken. En dan moet je dus zelf nog wat ingrediënten toevoegen. Ja, is ook nieuw staat erin. Dus ja, die zat er dan ook in. Ik zal even kijken of ik er nog meer wat over kan vinden. Nee. Ja, er staat bij wat je ermee kunt doen. Maar ja, of dat heel bijzonder is. Wat ik wel heel leuk vond wat erin zit, dat was deze L'Oreal Colorista Hair Makeup. En dit is de One Day Color Highlights in Metallic Blue Hair voor blondines. Dus dat was misschien een beetje lastig. Als je geen blondine bent, zie je dat waarschijnlijk niet. Maar hier kun je dus, het is een gel color en dan kun je dus voor één dag kun je een beetje blauwe highlights in je haar creëren. Stond in dit boek, staan er ook andere kleuren in. Ze hebben hier bijvoorbeeld ook gekozen voor, oh, er zit ook een paars, ze staat hier op. Nou, die volgens mij, wij hadden met z'n allen een aantal
In totaal hadden ze 4 tassen en in de pantenprint zat ook de blauwe. En je ziet hier dus op de zijkant wat de kleuren bij welke haarkleur doen. Dus ja, op bruin haar ga je het gewoon bijna niet zien. Maar ik vond het wel grappig dat dat er ook in zat. Dan heb ik dit. En dit is Argeta Kip Pikant Spread. Ik denk dat het voor op je broodje is of zo. Ik ga het even nakijken. Ik ken het niet. Staat er niet echt bij. Maar dat is dit spul in ieder geval. Zat er ook nog een Gros Nopenol Radler in met citroen. Nou, is wel lekker om te proberen. Ik vind Radler lekker. Ik heb er van Gros nooit op. Ik ben normaal wel meer van de Bavaria. Maar misschien is deze wel hartstikke lekker. Je weet het niet. Nog een biertje zat erin. Deze is ook 0.0. Dit is gewoon Heineken. Nou ja, ik lust geen bier. Dus, hey. Maar hij zit er wel in. Dan zat er ook nog Mentos Chewy Fresh in. Dit zijn gewoon fruity snoepjes. Best wel een groot potje. 99 snoepjes zitten erin. Ik dacht eigenlijk eerst dat het kauwgom was, maar het zijn gewoon echt candy snoepjes. Dus, altijd leuk. Dan zat er een chocoladereep in van Meesterbakkers. Het is brosse brownie van Verkade. Het is best wel een grote reep. Even kijken of ik hier nog wat iets over kan vinden. Dit zijn heerlijke koekjes die geïnspireerd zijn op de lekkernijen uit je favoriete koffietentje. Om lekker samen thuis van te genieten bij je dagelijkse koffie- en theemoment. Nou, misschien lijkt het wel een beetje op bros. Ik weet het niet, maar die zat er dus ook in. Dan nog 2 producten voor honden. Allereerst heb ik de Denta Sticks. Ja, ik heb geen hond. Dus ik had het leuker gevonden als er iets voor de kat bij had gezeten. Maar dat heb je niet voor te kiezen. Maar dit zijn dus gewoon Denta Sticks. Volgens mij zijn ze heel goed voor de hondentandjes. Dus, nou ja, die. En ook van Pedigree. Dat zijn de Ranges Originals. Ik heb geen idee wat dit is. Ik ga het even nakijken. Ik weet het echt niet. Die staan er niet eens op. Dat is wel heel bijzonder, maar ze zaten er dus wel in. 2 dingen voor je hond. En uiteindelijk nog 2 snoepjes. En dit is een... Ja, deze 2. Ik zal even kijken wat daarover te vinden valt. Lind, Lindor, chocolade, melk en donker. Geniet van de zijdezachte gesmolten chocolade van Lind's Meester Chocolatier... Oké, het zijn een soort bonbons. Dus dat was eigenlijk alles wat er in deze shoppen zat. De inhoud is zeker duurder dan de 6 euro of 4 euro die je betaalt. Dus ja, ik vond het wel heel erg leuk. Ik vond het wel fijn dat er niet hele veel zware producten in zaten. Al was het best wel een dingetje om ermee te sjouwen. Normaal kopen we hem aan het einde van de beurs. En dit keer hadden we hem al vrij vroeg gekocht. Omdat ook hier weer bij stond op bezoek. Dit waren ook eigenlijk gelijk alle dingetjes die je kocht op de huishoudbeurs. Ik ben eigenlijk wel weer heel erg blij met mijn aankoopjes die ik dit jaar deed op de huishoudbeurs. Ik vind dat ik heel erg netjes binnen de perken ben gebleven. Ik heb geen onnozele dingen gekocht. Eigenlijk allemaal gebruiksdingen waar ik gewoon heel erg blij mee ben. Zoals ik zei, ik miste echt wel een aantal kramen. En de huishoudbeurs wordt wel per jaar wat kleiner. Al vond ik hem nu nog best wel goed gevuld. Vorig jaar weet ik dat wij er veel sneller doorheen waren als dit jaar. Dus we hebben het veel langer volgehouden. Dus dat was echt wel super leuk. Ik heb in ieder geval een super leuke dag gehad. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste item vonden wat ik heb gekocht. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of jullie misschien nog huishoudbeursmensen zijn. Of misschien ben je zelf ook wel naar de huishoudbeurs geweest. Of ben je misschien eens van plan om een van de volgende keren te gaan. Het is elk jaar in februari. Dus het is 8 dagen. Dus je, ja, wie weet vind je het ook eens leuk om het te bezoeken als je er niet geweest bent. En ja, je kan het aan. Ik vond het in ieder geval weer een hele geslaagde dag en ik ben blij met mijn aankoopjes. Ik wil je bij deze dan ook weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken en ook op mijn kanaal zelf. Vergeet dan even niet om dat belletje aan te zetten. Dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!